in de 40ste uitzending van Lichten op Leiden. Wij hebben vanmiddag weer twee heel bijzondere gasten. Vader en zoon Lex van der Epp en Taco van der Epp. En we gaan praten over hun bezigheden in heden en verleden, zal ik dan maar zeggen. U bent bij Licht op Leiden terecht gekomen via Ziggo kanaal 46 of tegenwoordig ook via KPN kanaal 1421. En wij willen nog altijd heel graag suggesties van al diegenen die ons bekijken en die ideeën hebben over de uitzendingen inwinnen via Licht op Leiden @sleutelstad.nl. De aanleiding voor deze uitnodiging voor beiden is dat er sinds enige tijd bekend is dat Leiden een soort centrum is geworden van het vaccineren. Dat wil zeggen van de aanmaak van vaccins. Er worden op dit moment miljoenen doses van het vaccin van Janssen worden er in Leiden geproduceerd. En in de tweede helft van deze maand hebben wij begrepen dat die ook zullen worden uitgezet. En het is zelfs zo, en dat is een wereldprimeur, dat er met één prik al voldoende bescherming geboden gaat worden. Degene die dat vaccin via een bepaalde celtechniek al zo'n 50 jaar geleden begonnen is om aan het begin te staan, eigenlijk van de ontwikkeling die tot vandaag heeft geleid. Dat is de bioloog, hoogleraar, emeritus hoogleraar, bioloog Lex van der Epp, die hier bij mij zit. Goedemiddag, professor van der Epp. Wij mogen elkaar tutoriëren, hebben we met elkaar ook afgesproken. Prima. Maar ook heel bijzonder is Taco, want Taco is dan weliswaar niet in dezelfde wetenschappelijke schoenen gaan staan als zijn vader, maar heeft als gelauwerd fotograaf hier in de Leidse regio algemene bekendheid. Een van de fotografen waarvan iedereen zegt, oh, daar zie je Taco van der Epp bij allerlei gebeurtenissen. En wij vonden het heel plezierig om jullie allebei hier voor deze uitzending uit te nodigen. Dus Taco, jij ook hartelijk welkom. Leuk, dankjewel. En fijn dat jullie allebei zijn gekomen. We beginnen het gesprek met, en meestal doen we dat, met hoe is het allemaal gekomen, de jeugd, de opvoeding en dergelijke. En ik heb begrepen dat jouw wieg stond in Bandung, in Indonesië. Ja. Niet toevallig? Ja. Niet toevallig? In zoverre. Mijn vader die was in Bandung bij de staatsspoorwegen en ontwierp daar bruggen. Ja. Dus die heeft alle grotere bruggen in Java en Sumatra gemaakt. En dat zijn bruggen die er op dit moment nog steeds zijn? Die er nog steeds zijn, voor zover ik weet, ja. Ja, precies. Want dat klopt. Ja. En tot hoe lang heb je in Bandung gewoond? Nou, ik heb in Bandung gewoond tot 46. Dat wil zeggen dat, ik ben in 34 geboren. Mm-hmm. De eerste 7 jaar of iets dergelijks, die waren fantastisch. Mijn vroegste jeugd heb ik hele goede herinneringen aan. En daarna, in 1943, belanden wij in de concentratiekampen. Mm-hmm. In de Japanse concentratiekampen. Ja. En dat was natuurlijk niet leuk. Daar is mijn moeder overleden. Net toen eigenlijk al de bevrijding er was. Ja. Dus dat vind ik leuk. Oh, dat is heel tragisch. Ja. Nou, en in 1946 zijn wij toen uit Java naar Nederland gegaan. Mm-hmm. Omdat het veel te onrustig was in Indonesië. Naar Nederland met mijn vader en hier heb ik de lagere school afgemaakt. Ik heb dus 3 jaar geen school gehad. Nee.
Die achterstand heb je later wel ingelopen. Dus, ja, ik heb in 2 jaar heb ik toen 3 jaar gedaan of zoiets dagelijks. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. En hier, is dat Leiden of was dat? Dat was in Den Haag. In Den Haag? Dat was in Den Haag. Toen het Maarland Museum in Den Haag ook weer. Ja. En toen ben ik de studie biologie gaan beginnen. En dat was in 1954. Dus vanaf 1954 ben ik Leidenaar. Ja, precies. Dat was een leuke tijd eigenlijk. In 1954, want net in 1953 geloof ik, had Watson en Crick de structuur van DNA opgehelderd. En dat was een heel bijzondere tijd eigenlijk dat ik begon. Niet dat we daar op dat moment veel te maken mee kregen, want iedereen moest er nog even aan wennen. Maar het is wel zo dat je dus, want je gaat nu wel heel erg rap door zeker, de jeugd heen. Ja, dat wel. Maar ik dacht dat er nog meer kwam. Ja, nee, zeker. Nou, ik wil nog eventjes terug naar dat Bandung. Want die binding met Indonesië, die heb je denk ik nog wel steeds gehouden of niet? Ja, zeker, ja. Okay, ik zou er zo weer naartoe willen en willen wonen. Er zijn ook foto's bekend hier in Indonesië. Wie is degene met wie je daar zit? Dat was de baboe. Dit was de baboe die voor me gezorgd heeft en me eigenlijk heeft opgevoed. Okay. Ja, dus hoe ging dat daar? Dus, en dat huis wat we daar net zagen? Weet ik niet welk huis dit is. Nee, dat huis dat weet we ik net niet. Zagen, dat was... Ik weet het niet. Kijk, deze. Kijk, dit is het huis waar ik woonde. Ja, dat is dus, het ouderlijk huis dus. Dit is het ouderlijk huis, in ieder geval waar mijn moeder en ik gewoond hebben, want ze zijn gescheiden. Okay. Dus ik heb met mijn moeder hier gewoond. Okay. En dat heb je later weer bezocht op een heilige reis? Ja, we zijn tot nu toe 2 keer terug geweest. Ik wil er eigenlijk weer naartoe. En je hebt, heb ik ook begrepen, want ik heb een alleraardigste foto van het snoephuis Bandung heb ik gezien. Ja. Dat is... Yes. Mokkelpoot, doublet. En die dame die daar naast jou staat... Dat is Titia. Dat is je vrouw Titia. Ja. Okay. Snoephuis Bandung, is dat niet prachtig? Ja, dat bestaat heel mooi. Nog steeds daar... Ja, voorheen snoephuis. Het heeft nu een andere naam. Okay. Weet niet meer wat? Voorheen snoephuis. Oké. Daar ging je toch met je vader heen altijd? Ja, eens per week werd ik opgehaald door mijn vader. En dan gingen we naar het snoephuis. Okay. En daar had ik altijd bombe tutti frutti. Dat is een soort ijs. Okay. Wat ik daarna nooit meer heb geproefd. Want die band met je vader had je dan wel? Jazeker. Ja. Nee, precies. Ja. Nou, als we het toch over een band hebben tussen vader en zoon. Dan hebben we natuurlijk Taco hier die... misschien ook iets kan vertellen hoe het met hem allemaal gekomen is. Ja. Je bent geboren in Leiden wel? Oesgeest? Leiden, ja. Ja. Okay. In Leiden. Leiden? Ja. Ja, alleen Marjolein is. Marjolein is in Den Haag. Marjolein is in Den Haag. Ja, okay. Ja, in Leiden. Okay. Ja, en in Oesgeest naar school geweest en naar de Springplank en daarna naar het Agnes College. Mij niet jou bekend. Wel bekend, juist. Zeker. Ja. 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 En daarna, wat heb je daarna, wat ben je daarna gaan doen? Ik heb hier in Leiden ruim een half jaar gestudeerd en daar ben ik mee gestopt. Ik ben toen wat rond gaan reizen en uiteindelijk ben ik naar de Kunstacademie in Den Haag gedaan om een fotografieopleiding te doen. En die opleiding heb je afgemaakt? Ja. En die heb je waarschijnlijk cum laude afgemaakt, of niet? Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Volgens mij niet, geen 10 of zo. Dat mag ook best een keer gezegd worden. Dat komt later altijd. Ja, mag best een keer gezegd worden. Jij bent een bekroond fotograaf. Later, meerdere malen bekroond. En ik wil eigenlijk beginnen met te laten zien die, wat ik vind, iconische foto die je van je vader hebt gemaakt. Oh ja. Dat is werkelijk een prachtige foto. Hij heeft de afgelopen weken bij alle interviews die je vader heeft gegeven in de kranten, in de NRC, in de Volkskrant, Parool, de Mare ook al daarvoor, daar ook gestaan. En iedere keer stond daar toch bij dat de foto door jou was gemaakt en met heel veel recht. Als we even zo kijken naar, en even heel snel door jouw foto verleden heen gaan. Dan zou ik eigenlijk willen vragen of we daar een paar setjes van achter elkaar mogen zien. De eerste,
Kan je misschien even toelichting geven wat dat was? Dat waren de bosbranden op de grens van Portugal en Spanje. Ik heb daar een week lang de bosbranden achterna gereden en gefotografeerd. En dat was heel indrukwekkend. Het was angstaanjagend en schitterend tegelijkertijd. Ongelooflijk. Het was heel mooi. Ik durfde alleen na die week, anderhalve week, de huurauto niet meer in te leveren, want die rook naar bosbrand. Dus dat, ja, dan hebben we daarnaast hebben we, want dit is een heel indrukwekkend. Ja, die blushelikopter die liet zijn lading water precies boven ons. Dat was het beeld wat hierna kwam eigenlijk. Maar die liet zijn waterlading precies over ons heen vallen. Ja, ja. Nou ja, had je maar een ander vak moeten leren, zeggen we dat ook bij natuurlijk. Goed, en dan vervolgens krijgen we een tweetal foto's met een zekere dramatische lading. Want als ik zeg Joran van der Sloot, dan zullen heel veel kijkers, die zullen daar toch wel een associatie bij hebben. Ja, er was een opdracht voor Nieuwe Revue. En die vroeg of ik naar Lima in Peru wilde vliegen om Joran van der Sloot te volgen. En of die te fotograferen was, was nog maar de vraag. Want niemand wist waar die zat. En die was er natuurlijk in het gevangen zat hij. Ja. En we hebben een week lang hebben we eigenlijk niet geslapen en alleen maar geruchten afgestruind door de hele stad op zoek waar hij eventueel te zien was. Ja. En de Peruaanse journalisten en fotografen die zijn nog wat harder dan wij gewend zijn hier in Nederland. Dus daar heb ik wel wat van geleerd. Dus uiteindelijk werd hij hier afgevoerd naar een politiebusje om naar de gevangenis gebracht te worden. En ik ben op het busje geklommen om die foto te kunnen maken. Okay. Ja. Nou ja, ook dit is iconisch. Zeker ook gezien als je kijkt naar wat de lading betekent. Ja, en dan moet ik zeggen, dan gaat er dus zomaar iemand. Die gaat dus naar de andere kant van de wereld om foto's te maken. Heerlijk. Is dat niet bijzonder? Ja. Want jij bent dus kennelijk al zo'n beetje alle werelddelen afgegaan. Hè? Een heel eind ben ik geweest. Nou ja, prachtig om te doen. Het is, dat is de reden waarom je zo'n vak eigenlijk doet. Ja. Zeker, want dit is weer een heel ander onderwerp. Hoe noemen we dit? Ja, dit zijn kickboxgala's. Die heb ik een tijdje gevolgd door het land. Is dit in Nederland? Dit is in Nederland, ja. Okay. Dit is in het Zonnehuis in Amsterdam. Ik geloof dat het tegenwoordig niet meer mag. Maar dit was in het Zonnehuis in Amsterdam. Dus, kickboxen niet meer? Ja, kickboxgala's. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, heel mooi. Zeker bijzonder. En dan ook nog over de andere kant van de wereld gesproken. Is er ook nog een serie die nog weer heel veel verder gaat. Dit? Ja, dit is diep in de binnenlanden in Papua Nieuw-Guinea. Op de grens met West-Papua. Irian Jaya. En daar... In het bos op de grens, daar zijn veel vluchtelingen uit voormalige Nederlandse kolonie. Mm-hmm. En daar, die mensen die proberen zich toch nog te wapenen tegen aanvallen. En die oefenen en trainen in het bos. En in het geheim. Prachtig. Dat was een hele tocht om daar te komen. De fixer, de gids die wij van tevoren hadden geregeld. Die durfde zelf het bos niet meer in. En dus zijn wij uiteindelijk op eigen houtje het oerwoud ingetrokken op zoek naar deze mensen. Je kan er toch eigenlijk officieel niet zomaar naartoe reizen? Destijds wel hoor, jawel. Ja, het was een hele lange tocht. Eerst achterin een pick-up en daarna in een of andere kano over de rivier en daarna een hele lange wandeltocht door het bos. En uiteindelijk hebben we ze kunnen vinden en kunnen overtuigen van het feit dat wij ze wilden fotograferen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, samen met jouw collega Hielko Kuipers, want laten we wel wezen, jullie vormen een duo. Zeker. Heb je toch denk ik al een heel indrukwekkend repertoire achter de rug. Ook als het gaat om foto's uit de Leidse omgeving en zo. Ik wil jou vragen, wat vind jij, als je nou reflecteert wat jouw vader gedaan heeft, en wat betekent het voor jou? Wat die... ik vind het hartstikke bijzonder en ik vind het fijn dat al dat onderzoek, dat iets heel bijzonders heeft opgeleverd. Ja. En, maar ja, kijk,
Ik ben zijn zoontje en voor ons was het eigenlijk meer zo dat pa die vertrok 's ochtends naar het lab en kwam tussen de middag even een hap eten en vertrok dan weer naar het lab en kwam 's avonds weer een hapje eten en vertrok daarna weer naar het lab. En het resultaat van het alles is toch dat de wereld er een stukje gezonder van is kunnen worden, toch? Ja, En dat we dat allemaal maar hopen dat het heel snel het geval gaat zijn. Daar moeten we het natuurlijk vooral over hebben, meneer Van der Epp, over dat vaccin. En het is ons een paar maal, we hebben het echt geprobeerd, een paar maal niet helemaal duidelijk geworden wat nou kenmerk is van deze ontdekking van dit stuk van de wetenschap. Ja. En ik durf het met enige bescheidenheid vraag ik dat. Zou u in een paar zinnen kunnen zeggen wat nou de essentie is van wat u heeft ontwikkeld en van wat u heeft ontdekt? Ik heb zelf begrepen, er is ooit een keer in een aantal etappes een cel 293 is er geweest in 1973, 50 jaar geleden. En 25 jaar later vraagt een meneer van Crucel, Dinko Valerio, die vraagt, kunnen we daar nou niks mee en kunnen we daar nou niet een vaccin van maken om mensen beter te maken? Dat is wat ik als leek ervan begrepen heb. Heb ik het dan een beetje goed begrepen? Ja, dat had u zeker. Laat ik even beginnen met in 1970 had ik de kans om een eigen onderzoekgroep aan de universiteit hier, aan de medische faculteit, te beginnen. Ik ben wel bioloog, maar ik heb mijn hele leven doorgebracht aan de medische faculteit. Mm-hmm. Maar dat is het voordeel van biologie. Je kan zoveel het verschillende kanten. Het leidt tot alles. Het kan alles, kan je doen. Toen ik daar begon, had ik mijzelf gezegd, ik moet nu kiezen wat ik ga doen. En ik wil het ontstaan van kanker, dat is mijn interesse. Maar samen met mijn oude liefde van virussen, en dat is namelijk tijdens mijn militaire dienst, heb ik met pokkenvirussen gewerkt. Mm-hmm. Daar ben ik de eerste keer dat ik in contact kwam met virussen. Heb ik gezegd, ik ga het ontstaan van kanker bekijken door virussen. Mm-hmm. Nou, niet door het pokkenvirus, maar wel door het adenovirus. Dat is een middelgroot virus. Pokkenvirus is enorm groot. Mm-hmm. Dat is een middelgroot virus, ook weer niet te klein. Dat heb ik dus gedaan, mijn hele leven in feite. En begrijp ik nou ook goed dat u toen samen met een promovendus een aantal pogingen heeft gewaagd? Ja, ja. Waarvan op een gegeven moment de promovendus zei, we proberen het nog één keer. Ja, ja, dat zal ik u uitleggen. En dat is toch gelukt? Dat is uiteindelijk gelukt. En dat is 293. Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Ja. Frank Graham was dat, en dat was een postdoc, en die kwam uit Canada. Ja. Die kwam werken en proberen om een methode te vinden, dus voorafgaand aan wat ik het over heb, om adenovirus DNA, dus niet het virus, maar DNA, in rattencellen te brengen zodanig dat ze konden veranderen in een tumorcel. Okay. En dat hadden we al gevonden. Eigenlijk hadden andere mensen dat gevonden, dus dat hebben we nagedaan met het hele virus. Okay. Dus het virus kan die rattencellen tot tumorcellen veranderen. Mm-hmm. Dus hoewel adenovirus zelf niet oncogeen is, als dat heet, kan hij in weefselkweek wel cellen veranderen. Ja, ja. Dus kunnen we dat ook met DNA doen, rattencellen. En dat is toen uiteindelijk, is dat gelukt? Ja, ze hebben een jaar lang experimenten gedaan. Of eigenlijk is Frank Rehm dat, die heeft alles weer gedaan wat ik al eerder had geprobeerd. En nog veel meer variaties enzovoort. En het lukte niet. En toen heeft hij een laatste poging. Geven het op. Okay. We gaan het nu opgeven. Ja. Er staat nog één experiment in de incubator. En dat moeten we natuurlijk even afwachten. Maar dat wordt natuurlijk toch niks. Maar
Wat bleek? En dat was het experiment. Dat was hem. Dat was hem. Brengt mij op de vraag, professor van der Epp, is soms het toeval dat aan de wieg staat van een ontdekking? Nou, wanneer je een jaar lang experimenten doet, alles en alles en alles probeert en het lukt niet. En uiteindelijk is er één ding, wat blijkt het wel te doen? Ja, dan kan je zeggen, dit is ook een kwestie van geluk. Ja. Want hij voegde calcium aan een DNA-oplossing toe. Mm-hmm. Nou, dan krijg je een neerslag. Ja. Nou, dat is heel raar, maar hij is dat toch geprobeerd. We kunnen dit nu niet meer volgen, maar in ieder geval, wat we wel volgen, dat is in ieder geval dat u zegt, nou, het was een... Soms zijn dingen ook wel eens toevalstreffend. Ja, we hebben je gewoon geluk gehad. Je moet als wetenschapper dat geluk. Wisten we van tevoren echt niet. En toen is er 20, 25 jaar later iemand geweest die zei, meneer van der Epp, zullen wij, want wij van Crucel, wij willen daar ook wel geld aan verdienen, zullen wij proberen om daar een werkzaam vaccin om geneesmiddelen van te maken? Nou, het was eigenlijk iets anders. In 1995 belde Dinkel Valerio mij op. En die zei... Dat was de baas van Crucel. Dat was de baas van Crucel, die had dat net opgericht. Om een nieuwe cellijn te maken, vergelijkbaar met 293. Ja. Die ik dus in 73 gemaakt had. Maar die toch beter voldoet aan de strikte eisen van de farmaceutische industrie. Okay. En die ook octrooieerbaar is. Maar dat is dus eigenlijk de tweede ontwikkeling geweest. Is het de tweede ontwikkeling geweest, precies. Maar dan later. Zeker. Nou heb ik nog een derde vraag daaraan gekoppeld. Dat is, op welk moment heeft dat ook geleid tot geneesmiddelen? Dat is toen geweest, maar ook niet helemaal waar. Het eerste of niet? De eerste ook en de laatste, allebei. Oké. Okay. Zelfs de eerste, de 293, die was niet gepatenteerd. Dus iedereen kon het krijgen. Ja. Dus dan bel je gewoon een collega op, wil je maar wat opsturen? Nou, dat stuurt hij dan gewoon een klein dingetje met de post op. Ja. En nu is dat gewoon ook anders. Er is een bedrijf die dat heeft. Mm-hmm. En daar moet je het kopen en dat kost natuurlijk veel geld. Mm-hmm. Maar iedereen die kon dat hebben. Maar op het ogenblik worden 293 cellen, een halve eeuw later dus eigenlijk, weer gebruikt om vaccins in te kweken. Ja, ja. En u hebt zelfs zo net een aantal vaccins opgenoemd, die eigenlijk op basis 293 zijn. Mm-hmm. En zo zie je dus dat ook kon. Okay. 293 was eigenlijk een beetje een riskante cel. En dat hebben wij in de eerste instantie dus niet willen gebruiken voor dergelijke dingen, voor de kliniek. Omdat je, dat gaat een beetje ingewikkeld, dus maar ik noem het even, omdat je dus recombinatie kan krijgen tot infectieus virus. En je wilde natuurlijk geen infectieus virus in die patiënten. Het was een beetje riskant, maar... Het was riskant, maar dat bleek mee te vallen. En uiteindelijk kunt u zeggen dat 293 dus ook aan de basis staat van die andere vaccins die we zojuist genoemd hebben. Het is ongelooflijk. Dus ook AstraZeneca, ook het Russische Sputnik. Ja, geloof het wel. Ook het Chinese. De Chinese ook, dat weet ik eigenlijk niet. Met andere woorden, u heeft nog wel iets meer pijlen op uw boog eigenlijk gehad met cel 293. Dat wist ik niet eens in het begin, maar kort geleden. Is mij dat duidelijk geworden. Nu bent u de afgelopen weken bent u overstroomd. Ik zeg u, maar ik mag ook jij zeggen. Ja, nee, jij natuurlijk. Ja. Fijn. Jazeker. Je bent de afgelopen weken ben je overstroomd met eerbewijzen, zal ik zeggen. Mensen die opeens zeiden, ik wil professor van der Epp spreken. Tot in Amerika toe, de Wall Street Journal, The Guardian, allerlei. Toch vooraanstaande kranten, tijdschriften, media. Zitten achter u aan. Hoe komt dat ze opeens professor van der Epp uit Leiden hebben ontdekt? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet precies, maar er is iemand geweest kennelijk die dacht, hey, we hebben nu het virus van Janssen, dat zo dadelijk dat veelbelovend is als virus voor vaccin, het vaccin van corona. En wat al eerder bewezen heeft, met veel succes, het ebola-vaccin te hebben gemaakt. Waardoor een groot aantal
levens konden worden gered. En u komt natuurlijk toch maar niet zomaar uit de lucht vallen. Want we hebben ook foto's. Bijvoorbeeld een foto uit de Volkskrant hebben we uit 1999. Waarbij ook al staat dat u een levenslange relatie heeft met een virus. en een volgende is zelfs de uitreiking van een prijs. Dat is de Robert Koch prijs die u heeft. Wat is dat, de Robert Koch prijs? Ja, dat is een niet onbelangrijke Duitse prijs voor onderzoek. Okay. En die heb ik ineens gekregen, ja. Oké. Dat was geloof ik, ik weet niet eens meer wat de prijs was. Maar, en was dat toch eigenlijk allemaal vanwege de toen nog niet, jawel, vanwege het virus, maar niet vanwege die vaccins. Nee, corona wisten we nog niet. Maar op dat moment was er natuurlijk toch al wel bestrijding van alle mogelijke andere besmettingen. Nee, het was meer fundamenteel onderzoek waarover men toen viel. Zo. Waar komt dat vandaan? Ja. Nou goed. Ja, nou kijk eens aan. Dat weet ik niet eens meer. Uit leidraad volgens mij. Uit leidraad. Oké, nee. Ja. Gewoon onderzoek aan het adenovirus, daar komt het op neer. Ja. En 293 was toen al lang gevonden, maar... Ja, precies. Oké, maar dat zit ook aan u gekoppeld. Ja. Dat onderzoek, dat wel. Adenovirus, zit aan u gekoppeld. Ja. En dat is wat uiteindelijk ertoe geleid heeft dat er allerlei toepassingen zijn die op dit moment gewoon de wereld een stukje gezonder maken. Dat mag je wel zeggen. Ja, we hebben nog een hele bijzondere foto kunnen ontdekken van uw medewerkers. Ja. Degene die daar helemaal in het midden staat. Ja, dat ben ik. Dat, ja, precies. Dit maar kreeg ik bij mijn emeritaat. Ja, maar u wilde maar mee zeggen dat je zo'n soort werk, wat u doet, toch ook niet zonder een groot aantal medewerkers. Nee. Ik bedoel, dat is allemaal mogelijk door de enorme inzet van een groot aantal medewerkers. Ja, al deze medewerkers die hebben eraan bijgedragen. En op dit moment is het bij Janssen op het Bioscience Park ontzettend druk, heb ik begrepen, van allerlei mensen die echt het vuur uit de sloffen lopen om het zo snel mogelijk te ontwikkelen. Zeker, ja. Ja, zeker. Ja, dus ik sta alleen maar aan het begin. Hè? Ja. Ik heb die 293 en daarna PRC6. Ja. En daarna moet er nog een vaccin van gemaakt worden. Ja. En dat is het werk van Janssen. Ja, precies. Heeft u van Janssen al iets vernomen? Ik heb van Janssen zelf niks vernomen. Oké. Die zijn heel hard bezig om dat vaccin te maken. Ja, zoiets. Ja, dat weet ik. Hebben geen tijd voor dat soort praatjes. Ik denk dat ze daar niet... het komt misschien nog wel eens. Misschien dat ik... Maar dat zal nog wel komen, denk ik. Ja, precies. Maar we hebben wel afgelopen vrijdag... hebben we toch de bijzondere ontmoeting mogen filmen van... emeritus professor van de app met Hester Bijl, de nieuwe rector Magnificus. Ja. En die is, dat kan ik toch tegen de kijkers en de luisteraars wel vertellen. Ja, die hebben dat vrijdag ook kunnen zien. Ja, was maar eigenlijk. Die was buitengewoon trots op een van haar meest gelauwerde zonen, zoals we dat noemden. En daar is zelfs even gezegd, zitten wij hier oog in oog met misschien een toekomstig Nobelprijswinnaar. Ik zeg het. Nou. Ik zeg het fluisterend. Het is wel eens vaker gezegd, maar... Ik zeg het fluisterend, omdat je de goden niet moet verzoeken wat dit betreft. Nee. Maar toch. Ik denk dat niet... dan moet je toch weer iets anders hebben. Maar... Ja, we hebben ook gezegd, gelukkig heb je dat soort dingen pas vaak als je bent overleden. En dat is wel lang niet het geval. Ik wilde jullie allebei geweldig bedanken. Taco, bedankt dat jij je vader wilde assisteren. Ja, dankjewel. Bedankt ook... Lex, voor een van de weinige keren dat je ja hebt gezegd tegen een interview. Ja. Volgende week. De enige keer. Volgende week is Rens Heruwer hier weer. Hij gaat in gesprek met Steven Engelsman, de oud-directeur van het Museum van Volkenkunde. Ja, alleraardigste man. Zeker. Jullie kennen hem allebei. En de nieuwe voorzitter van de vereniging Oud-Leiden. Ik dank jullie beiden heel hartelijk. Ja.